Ik heb de verkenner geadviseerd om te streven naar een kabinet wat een vruchtbare samenwerking heeft met beide kamers. En om een informateur aan te stellen uit de partij die wellicht heeft verloren, maar toch de grootste partij is geworden, de VVD. Ja, ik vind het heel erg onlogisch om met deze uitslag voor te stellen om een kabinet te bouwen zonder de grootste partij erin, de VVD. Maar u zegt onlogisch, maar u sluit het niet uit. Of sluit u het echt uit? Nou ja, het is, laat ik het zo zeggen, ik heb gewoon heel precies geadviseerd om een informateur van de VVD te doen. En als je eenmaal begint aan een informatie, dan doe je dat om een kabinet te bouwen, niet om een omweg te maken naar een andere coalitie.